zijn te laat. Nee hoor, we zijn niet te laat. Leuk hè? Kijk wat ze aan het doen zijn. Kijken? Oh, kijk nou, dan gaan we in het huisje. Nee, dat is goed. En dan gaan we naar de vader. En nu gaan wij. Dus nu zit ik aan de knutsel op zaterdagavond. Het is vandaag zaterdag en ik heb echt een heel zwaar cadeau in mijn schoen gekregen. Ik denk wel het zwaarste cadeau ever. Nou, het is een beetje donker helaas, maar ik ga hem echt uitpakken. Oké, wat heb ik gekregen? Wat heb ik gekregen? Wat? Dit is vogelvoer. Ik heb gewoon gekregen wat ik wilde. Vogelvoer. Dit is zo leuk. Vogelvoer. Kijk maar. Oh, jullie zien dit niet zo. Ik laat het wel via de lucht zien. Je zag al, try. Echt zo leuk. En natuurlijk mijn briefje nog steeds. Ik kan het gewoon niet weglaten. Zo, ik heb de verpakkingen opengemaakt en nu zag ik dat ik wat zaadjes had gemorst. Dus die moet ik er weer in krijgen. Ja. Ja. Goed. Nu ziet het nog zo oud. Hier zitten alle kruimels. Die staan rond. Die verwaart zich. Goedemorgen. Ik heb hem net echt heel snel klaargemaakt. Ja, en ik ga mijn nieuwe vinden. Mia wordt natuurlijk grote zus. Dus we gaan even een cadeautje langsbrengen. Echt zo leuk. Sarah heeft de kaart en de tekening gemaakt. En we hebben een cadeautje. Een nog... genderneutraal cadeautje, want ze weten natuurlijk al lang niet wat het is. We zijn te laat. Nee hoor, we zijn niet te laat. We hebben het cadeautje gegeven en ik heb me even klaargemaakt. Ik zal trouwens ook eens laten zien wat ik aan heb. Let me op de rommel van achter, maar dat is omdat de muren nog niet klaar zijn. Ik heb deze blouse aan en ik ben weer vergeten waarvan. Jas van Benetton. Ik hou zo van deze jas. Ik weet elke keer niet meer waar alles vandaan is. Broek van Imber en mijn hakken zijn van Calexis. Zet je nou alleen je pop te neer? Ja. Ah. Nu ook samen met de pop, want ik kan ook om je andere kinderen te wachten, hè? Ja, dat is ook. Die kan praten. Een boom die kan praten, Sarah. Hoe kan dat nou? Ik zal het uitleggen. Dat is leuk. De grote baas van Intratuin liep in het bos te wandelen. Leuk hè? Kijk wat ze aan het doen zijn. Kijken? Ah, oh, dat is leuk.
Oké, okay, deze ook. Hier vliegt de kerstman rondjes. Kijk, daar zijn de kinderen aan het rondje draaien. Hier aan zijn ze aan het schaatsen. Ja, daar zijn ze ook aan het schaatsen. Leuk, hè? Het is allemaal zo mooi. En kijk, deze schommelt een beetje gek. Die heeft zijn passies aan het schommelen. Kijk maar. Ja, mooi, hè? Ik zie het. Oh, kijk nou, dan gaan we in het huisje. Nee, dat is God en dat is mijn vader. Nee, het is niet God, het is Jezus, hoor. Jezus. Jezus, Maria en Jozef. En daar waren ze die en die baby's? Ja, er liggen twee baby's. Waarom weet ik eigenlijk ook niet? Dat is... Zover is mijn kennis ook Jezus niet. Jezus ook weer met oh, mooi, hè? En daar zit een engeltje aan de deur. Ja, en dan heb je de drie wijzen. En je kijk, mama, iemand heeft er aangezeten. Oh, oh ja, kijk nou, er is het hoofdje afgebroken. Kijk, wat zie je dan? Kijk, hij is groot. Ja, daar is hij niet meer zo pas geboren, inderdaad. Kijk, het is echt al een groot kind. En daar is haar al heel ver gegroeid. Ja. Dat zijn de kerststallen, hè? Jij hebt ook een kerststal, weet je dat, thuis? Ja. Nog van de Little People. Ja. We zijn weer thuis van de intratuin. En ik ben echt voor iets totaal nieuws gegaan dit jaar. Voor met de kerst. Ik heb het nu net allemaal even in een boodschappentas weggezet. En ik heb al aardig wat, maar er zijn nog een paar dingetjes die ik bij wil. Dus we lopen zo even naar het andere tuincentrum hier in de buurt. Want daar hadden ze natuurlijk vorige keer ook allemaal rolls. En we hebben oliebollen gehaald. Dus we gaan nu even de oliebollen eten. Een late lunch en dan gaan we daar naartoe. Hier hebben ze ook zulke mooie dingen, hè? Ja, kijk, hier hebben we nog veel meer. Ja, maar we hebben toch dingetjes gevonden. Kijk. Oeh. Ja, ook wel mooi, hè? Ja, deze. Ja, want dat moet niet echt padden. Zullen we er drie meer van meenemen? Nee, doe maar twee van deze. Waarom niet die? Ik heb al één. Zo. Oeh, en ik ga het volgende week allemaal laten zien als het er allemaal in zit. En nu gaan wij I Can See Your Voice kijken, want die stond er nog op van donderdag. Ik wil eigenlijk het allerliefste verder met Married at First Sight, maar we moeten echt tot maandag wachten. Oh, en ik wil eigenlijk echt niet tot maandag wachten. Jij wilt ook echt wel weten wat ze hier gaan doen, Michelle. Echt, nu komen de afleveringen dat je echt weet wat ze gaan kiezen, dus... Oh, en dan echt een weekend wachten. Ik vind het echt stom. Deze keer was die echt goed. In ieder geval laten we het zeggen. Marco en ik waren echt goed. We hadden er één waar we over twijfelden. En die hadden fout en de rest hadden alles goed. Dus dat was helemaal leuk. En ik ga nu Sarah de vogelvoerbakje. We hadden hem buiten opgehangen. Maar we hadden echt zoiets, als er een vogel op gaat zitten, dan kantelt hij. Dus ik ga er nu even kijken of ik er... alsnog nog een touwtje aan kan maken. Zodat hij dan wel steviger gaat zijn. Dat is de bedoeling. Zodat hij dus wel echt goed blijft hangen. Dat hopen we dan maar. Dus nu zit ik aan de knutsel op zaterdagavond. Maar het is natuurlijk lastiger als je al een touwtje hebt. Om ze dan een beetje gelijk te krijgen. Om het er nog tussen te krijgen. Ik hoop ook niet dat als de vogeltjes op gaan zitten dat het hele ding gelijk uit elkaar valt. Dat zou ook niet echt heel handig zijn. Nu zijn ze iets te strak. Maar dat gedoe. Kijk, ze moeten dus gelijk komen te hangen. Deze hangt nu hoger. Maar we gaan er wel komen. Dat hoop ik. Want anders krijg je nog die druk natuurlijk op een van de rijen. Ik ben drie kwartier verder, geloof ik. Of zoiets. Maar hij hangt stabiel. Dus ik ga hem buiten voor de ophangen. Of zal ik wachten? Nee, ik wacht. Dan hangen we morgenochtend op. Dat is leuker, want als er dan vogeltjes komen. Anders komen ze daar morgenochtend. Dan is die daar leeg voordat ze hem ziet. Dus ik zet hem even hier. En dan kunnen we morgenochtend weer ophangen. Ik heb mijn edits bijgewerkt. Ik heb nog een aflevering The Queen's Gambit gekeken.
Ik vind dat heerlijk als de rest dan naar bed is. En ik ben nog even alleen. Gewoon even me-time en helemaal niks. Ik heb de kamer opgeruimd en nu ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!